Gaat het goed in de avond nog? Vanavond gaat het nog goed. We hebben vanmiddag een leuke middag gehad om te kunnen schaatsen. Iets minder bezoekers, omdat het een beetje laat bekend werd dat we open gingen. Het ijs wordt nu helaas wel snel slechter, dus de mensen die nu nog komen hebben geluk, die mogen zo doorlopen. Maar ik denk dat we mazzel hebben dat we in ieder geval dit jaar minimaal één keer kunnen schaatsen. En morgen gaat het niet door, denk je? Het is een beetje afwachten. De voorspellingen zijn dat het niet heel hard gaat vriezen en we hebben toch wel wat gaten in het ijs helaas. Dus de verwachting is dat we de baan morgen laten rusten en later deze week verwachten we nog wat strengere vorst. En dat dus later in de week de baan nog één of twee keer weer open kan. Laat je vandaag een bal vol lopen? Dat gaan we straks nog eventjes bekijken. De baan wordt namelijk heel snel slechter. Het ijs is heel zacht. Dus waarschijnlijk kunnen we ook met machines er niet op. Dus we laten het vanavond nog even afhangen. Maar we laten het publiek houden we op de hoogte door middel van onze website en via Facebook. Oké, heb je er genoeg aan verdiend vanavond nog voor het ene jaar? Nou ja, het gaat ons in eerste instantie om te overleven en of we verdiend hebben. De kas wordt in ieder geval weer een beetje gespekt. Dat is heel fijn, want we hebben natuurlijk al een paar jaar niks gehad. En dan teer je toch gewoon een klein beetje in. Dus alles is welkom. En als er ooit nog eens mensen zijn die zeggen van nou, ik wil me ook aanmelden als vrijwilliger. Altijd welkom, we kunnen vrijwilligers altijd goed gebruiken. Want daar moeten we het ook van hebben uiteindelijk. Nou, wij werken niet met leden. Wij werken echt strikt met vrijwilligers. En we hebben een achtkoppig bestuur dat samengesteld is tussen de twee vorige ijsbanen. IJsbaan Twente en IJsbaan het Oosten. En IJsclub Twente heeft momenteel geen leden meer. Het is een slapende vereniging. Dus we werken eigenlijk uitsluitend met vrijwilligers. Zorgt in Nissan voor een client-centric best-of-breed solution. Met onder meer automatic airco, navigatie en andere next-gen innovations. Ontdek alle Business Edition modellen. De Nissan Leaf Business Edition met slechts 4% bijtelling op Nissan.nl. Nissan Innovation that excels. Bingo!